Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, hulpgoederen voor Suriname. Defensieorganisatie vervult belangrijke rol. Veel aandacht voor milieu. Kwestie aantrekken ambtenaren voor de verkiezingen weer actueel. Oproep minister Ramadine om te vaccineren. Suriname heeft op dinsdag 22 juni hulpgoederen ontvangen uit Trinidad en Tobago. Suriname had eerder vanwege de vele gebieden die getroffen waren door wateroverlast een rapport ingediend bij de CEDEMA, de rampenorganisatie van het Caribisch gebied. Op basis daarvan is besloten dat het om een noodsituatie gaat en is er door het buitenland hulp verleend. Minister Albert Ramadine van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaat hierop in. Deze hulpgoederen zijn uit Trinidad en Tobago gekomen. Het is onderdeel van de oproep die is gedaan door het Caribische Natuurrampenorganisatie, CEDEMA. Suriname heeft vanwege de wateroverlast, welke verschillende gebieden heeft tijdens het een rapport ingediend bij CEDEMA. En op basis daarvan is dus besloten dat het eigenlijk een noodsituatie is. En in het kader van die noodsituatie is er ook een lijst opgemaakt door onze eigen NCCR van welke goederen nodig zijn in Suriname. En die lijst is dus gepubliceerd in het Caribisch gebied, naar alle Caribische landen gestuurd, met het verzoek om daar waar mogelijk ondersteuning te verlenen. En onmiddellijk na het verkrijgen van die oproep heeft de minister van Binnenlandse Zaken van Trinidad en Tobago, meneer Brown, mij gebeld en gezegd dat Suriname mag rekenen op steun van Trinidad. Dat was afgelopen zaterdag en hij heeft me meteen ook verteld dat dus dinsdag reeds de goederen hier zullen zijn. Een deel van de goederen, dat is via de lucht getransporteerd vanmorgen en aangekomen. En wat zwaardere materialen, bedden, maar ook watercontainers en andere zaken, die komen per boot deze week aan. Dus wij zijn blij met natuurlijk de ondersteuning die is verkregen van Trinidad en Tobago. We hebben dezelfde toezegging van ook de minister van Binnenlandse Zaken van Barbados, die heeft mij ook geappt. Naast de beste wensen die ze uitbrengen, ook nadrukkelijk aangeven dat ze dus sympathiseren en dat ze uit hoofde daarvan Suriname ook wel zullen ondersteunen. Dat zijn de twee reacties die we tot nu toe hebben gehad. Het is belangrijk voor ons omdat deze middelen, deze goederen enorm noodzakelijk zijn, zeker in het binnenland. En NCCR zal zorg dragen voor de verdere afhandeling. Ja. Minister, weet u om welke hulpgoederen het gaat, die vanmorgen zijn gearriveerd? Vanmorgen gaat het om wat kleinere goederen, afvalzakken, maar ook babymateriaal, pampers en een aantal andere lichtmateriaal dat we nodig hebben. De volledige lijst is bij het CDS aanwezig, dus die kan ook gepubliceerd worden. Maar er komen ook veldbedden en een aantal andere wat zwaarder materiaal. Nogmaals, dit zijn de zaken die wij gevraagd hebben. En op grond daarvan wordt dus dan een bijdrage geleverd. Ja. En u zei, u heeft ook een app ontvangen van Barbados. Welke hulpgoederen zullen dan komen? Ze hebben ons nog niet medegedeeld welke goederen zullen komen. Maar ze hebben hiervan gezegd dat ze dus ons zullen ondersteunen op basis van de lijst die we hebben ingediend. Wij wachten daarop. En ik neem aan dat dat met de boot ook zal zijn. Minister, de goederen die vanmorgen zijn aangekomen, voor wie zijn deze goederen bedoeld? Nou, ik denk dat het in dit geval gaat met name om het binnenland, maar ook de kuststrook. In het westen van het land zijn bepaalde delen ook onder water geraakt. Maar ook in de stad zijn er grote delen, ook in Kommerwijnen, zijn er delen onder water. En afhankelijk van de behoefte van de personen die daar wonen,
zal dus gericht hulp worden geboden aan die gezinnen. Ja. Minister, wat vindt u van het feit dat Trinidad en Barbados eigenlijk hulp bieden aan Suriname? Nou, het is een goede zaak. Het is onderdeel van ons beleid, buitenlands beleid, om ervoor te zorgen dat we goede relaties hebben met de buurlanden. Dit zijn landen die dicht bij ons zijn. We hebben overigens ook steun toegezegd gekregen eerder van Guyana in termen van indien nodig zaken om aan water overlast om dat tegen te gaan. Die gesprekken zijn nog gaande. Maar deze drie landen zijn dicht bij ons en het is goed nabuurschap. Maar het geeft ook aan op welke wijze wij staan aangeschreven bij deze landen. Het gaat om humanitaire hulp in de eerste plaats natuurlijk. Maar we hebben goede betrekkingen. We hebben bilateraal met mijn collega's persoonlijke banden. En dat soort dingen helpen enorm mee. Dus het is ook onderdeel van onze buitenlandse politiek om wanneer zij hulp nodig hebben, zoals wij dat gedaan hebben met Sint Vincent en de Grenadines, dat wij ook inkomen. Zo hebben wij ook geholpen met water, rijst en andere producten. Dat was wat zij toen nodig hadden. Maar het is duidelijk dat CARICOM-landen elkaar moeten blijven ondersteunen. Een stukje solidariteit, maar het is ook een stukje humanitaire hulp die verschaft wordt. We zijn er blij mee en ik denk dat een goede basis is om ook naar de toekomst te kijken in termen van de samenwerking op andere gebieden. Ja, minister, u zei dat er ook per boot hulpgoederen komen vanuit Trinidad en Tobago. Heeft u al misschien gezegd wanneer deze aankomen? Nee, dus de details, de logistieke details gaan door via NCCR verder worden afgehandeld. Ik ben blij dat we in ieder geval zo vroeg, zo snel mogelijk deze goederen hebben gekregen. Omdat dan alvast begonnen kan worden om de mensen wat hulp aan te bieden. De rol van het Nationaal Leger mag niet uit het oog verloren worden. Naast de grondwettelijke taken van de organisatie komt ze ook in beeld in tijden van crisis. Minister Krishnakumari Mathura van Defensie zei bij de begrotingsbehandeling ingenomen te zijn dat de manschappen zich van hun beste zijde hebben laten zien tijdens de crisis in ons land. Is heel erg belangrijk in een samenleving. Rust is heel erg belangrijk in een samenleving. En dat is waaraan het leger bijdraagt. Elke dag onvermoeibaar. Grensbewaking en veiligheid. En daarnaast hebben we binnen het leger op dit moment tweede grondwettelijke taak is de ondersteuning. Wat doet het leger? In tijden van crisis waarin we zijn als Suriname, of het nou is de COVID-pandemie, de financiële crisis, wateroverlast of armoedebestrijding, daar staat het leger klaar voor. Op dit moment hebben we meer dan 500 mensen ingezet vanuit het leger om te ondersteunen. Waar zijn onze mensen allemaal? We ondersteunen met de politie, bij de handhaving van de COVID-regels. Maar we ondersteunen het ministerie van Volksgezondheid. Onze militairen zijn in de ziekenhuizen. Die helpen met sjouwen van zuurstofcilinders. Maar ook allerlei andere dingen die gedaan moeten worden in het ziekenhuis waar men geen capaciteit heeft op dit moment, wordt het leger gevraagd om te ondersteunen. We hebben onze tenten. Tenten worden opgezet door het leger. Onze bedden, veldbedden, onze materiaal, onze ambulances voor ons. Meer dan 4 ambulances zijn op dit moment ingezet bij de COVID-beheersing. Allemaal zaken die door onze militairen worden gedaan in deze crisistijd. We hebben pas een watercrisis gehad. We hebben kolkenzuigers ingezet. Militairen hebben geholpen. We hebben onze graafmachines gezet. Militairen hebben geholpen. We hebben in de samenwerking met Nederland een zuurstofcontainer gehad. Ook daar zijn militairen uit Nederland gekomen om onze militairen te trainen, zodat ze daarmee kunnen werken en dat ze die zuurstofproductie ten behoeve van de ziekenhuizen op peil kunnen houden en kunnen leveren als gevraagd. Dus breed merk je dus dat het leger ingezet wordt om te ondersteunen. Nog meer ondersteuning, ook bij het bouwen van lokalen, van overheidsgebouwen. Maar ook onderhoud, huizen Asiana waar we hebben ondersteund, maar andere bejaardencentra waar we hebben ondersteund.
Maar gewoon mensen, bijvoorbeeld ouderen die behoefte hebben, die niet in staat zijn bijvoorbeeld een boom te kappen of een huis is bouwvallen. Waar we kijken en als we kunnen ondersteunen, dan proberen we die mensen te ondersteunen. De vraag is heel groot. Elke dag komen er vragen binnen. We kunnen niet natuurlijk ieder helpen, maar waar we kunnen, binnen onze mogelijkheden, proberen we in ieder te helpen. Onze bijvoorbeeld watertankwagens hebben we ingezet om de brandweer te ondersteunen. Onze materieel, zwaar materieel, hebben we eigenlijk in Mungo ingezet om die wegen begaanbaar te maken. Ook in Wanica en Paramaribo zijn onze voertuigen ingezet, hoor, ons materieel ingezet. En nu het laatste project waar we zijn, is eigenlijk COVID-pakket. Daar hebben we 4 tonners ingezet en militair personeel ingezet om te helpen de dingen te vervoeren, maar ook de pakketten te brengen naar de mensen thuis. Dus zo proberen we om bijdrage te leveren. We weten dat we in een hele moeilijke tijd zijn. Surinamers hebben het moeilijk. Maar ik geloof dat we in deze tijd juist elkaar moeten ondersteunen. Dat we de handen in elkaar moeten slaan. Dat we onze schouders onder het werk moeten zetten. En daar waar we kunnen elkaar ondersteunen. Het zij je naaste familieleden. Het zij je buurtbewoners. Het zij je kerkgenoten. Maakt niet uit. Maar het zijn de kleine beetjes waarbij wij ondersteunen dat het leed helpt verzachten. En als we dit blijven doen, dan kunnen we sneller uit deze crisis. Als we positief blijven, als we mensen empoweren, stimuleren, mensen vragen om geduld te hebben, dan gaan we sneller uit deze crisis. Dan gaan mensen ook enthousiast worden. Dan gaan mensen een beetje blijer zijn. Want kijk, we hebben 400 zoveel mensen die overleden zijn als gevolg van COVID. Het zijn allemaal pijn, het is allemaal leed die de mensen hebben. Ja? En we willen in tijden van crisis, is ons doel om mensenlevens te sparen en de schade zoveel mogelijk te beperken. En dat zou elke Surinamer moeten doen. Elke Surinamer zou zich moeten afvragen, hoe kan ik een bijdrage leveren? We kunnen klagen, we kunnen kritiek blijven leveren. We kunnen alles afkraken, maar dit land is van ons. Dit land is van ons. Niemand gaat ons hier dit land komen ontwikkelen. Wij gaan het als Surinamers zelf moeten doen. De milieuraamwet, die in principe al gereed is, zal enkele wijzigingen krijgen. Het uiteindelijke doel is dat er een milieuautoriteit in het leven wordt geroepen. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is druk bezig het beleid op dit stuk goed uit te voeren. Tijdens de debatten in de Nationale Assemblée is klimaatfinanciering ook aan de orde gekomen. Op dit moment hebben we een milieuraamwet en die wet is een heel moderne wet, moet ik zeggen. Die geeft veel bevoegdheden aan de milieuautoriteit die moet komen, conform die wet. En dus vele mensen zitten te wachten op die autoriteit, of dat die autoriteit in staat zal zijn om in te grijpen bij overtreding van zaken die dus met milieu te maken hebben, bij vervuiling, bij zeg maar het zomaar dumpen van vuil, bij bedrijven die dus te veel afval stoppen zonder ongecontroleerd dumpen en dergelijke. Dus iedereen zit te wachten daarop en natuurlijk wil iedereen dat die wet operationeel wordt. Die wet is al afgekondigd, dus eigenlijk is die wet die staat al. Maar er zijn een aantal wat we noemen uitvoeringsregels die moeten worden gedaan via staatsbesluit, via beschikkingen, noem maar op. Die worden nu voorbereid, maar voordat we die afronden willen wij die wet toch wel een beetje aanpassen, omdat we hebben gemerkt dat die wet zeer ambitieus is en dat het dus obstakels zal opwerpen voor de opzet van de milieuautoriteit. Dat niet alleen, maar er zitten ook wat fouten en wat zaken die we een beetje willen rechttrekken. Ik denk dat als we die, zeg maar, minimale fouten kunnen corrigeren, dan kunnen wij vlot komen tot een nationale milieuautoriteit die dan kordaat zal kunnen optreden tegen overtredingen van de milieuraamwet. Dat is het
een van de belangrijke zaken die aan de orde is gekomen wat betreft milieu. Ook is aan de orde gekomen wat wordt genoemd klimaatfinanciering. Dat is op dit moment, daar heeft men enorm veel belangstelling naar, omdat de meeste mensen zeggen dat wij zoveel bos hebben en toch geen geld of niet voldoende geld krijgen voor het bos dat we hebben. En dat is dus begrijpelijk dat men daar naar uitkijkt. Alleen gebeurt dat niet zomaar. Er zijn een heleboel randvoorwaarden waaraan je moet voldoen voordat een donor zijn geld stopt in jouw land. En we zijn nu bezig, en eerlijk gezegd, we zijn al behoorlijk gevorderd. We zijn nu bezig die randvoorwaarden vast te leggen, zodat wij binnen niet al te lange tijd wat financiering kunnen krijgen. En een van de eerste, dat is dus aangekondigd hier, is het bedrijf Total, dat oliebedrijf, heeft ook een milieupoot en die wil heel graag assisteren. Die stelt middelen beschikbaar om op de eerste plaats tussen nu en volgend jaar de institutionele versterking te doen, zodat we geëquipeerd zijn en goed toegerust zijn om die middelen te kunnen mobiliseren, niet alleen van Total, maar ook van andere eventuele donoren. Maar ook daarna, vanaf volgend jaar, willen zij een bedrag van 50 miljoen beschikbaar stellen om in ruil voor carbonkredieten. Nou, dat is een een veelbelovend programma dat ondersteunend zal werken naar de ontwikkeling van ons land. Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement is minister Bronto Somaharjo ingegaan op vragen die voor zijn departement bestemd waren. De bewindsman gaf duidelijkheid omtrent onder meer het aantrekken van ambtenaren voor de verkiezingen. De minister benadrukte ook dat de grote crisis waarin ons land zich bevindt zijn oorzaak heeft in het handelen van de vorige machthebbers. Nou, ik denk dat het gestegen niet om het aantal gaat. De afgelopen periode zijn er rond de 16.000 mensen in dienst genomen. Het gestegen gaat natuurlijk meer over welke periode hebben we. Als zij zeggen een dag voor verkiezing, kan het zijn 24 mei. Maar ik heb het vlak voor de verkiezing, heb ik het over. Vanaf januari tot en met juli zijn er rond de 5.000 mensen in dienst genomen. In de periode 2019 tot en met 2020 rond de 10.000. Dus het is gestegen natuurlijk. Het is het politiek huis. Daar ziet het volk hoe wij voor hun belangen opkomen. Of je nou van die kant bent of van de andere kant. En dat doe ik ook op mijn manier. Het is natuurlijk niet leuk om zulke dingen te horen, maar feit blijft wel. Ze hebben 16.000 zoveel mensen in dienst genomen. Feit blijft wel dat wij de merendeel, omdat de regering Brunswijk, Santokki, de leider Santokki en Brunswijk, het over een sociaal hart hebben gestreken om de mensen toch in dienst te nemen. En dat was moeilijk, want we konden niet betalen. Maar het moet niet ontgaan, en dat heb ik al een aantal keren gezegd in het parlement. De pijn die het volk nu voelt, de pijn die het volk gaat voelen de eerstkomende periode, is een erfenis van de handelingen van de vorige regering. En dan kunnen ze boos worden, ze kunnen op tafel springen, ze kunnen die microfoon slaan, maar dat blijft een feit. En dat moeten we natuurlijk blijven zeggen, ook in het parlement. Want zelf mijn zoontje, die kwam gisteren, die zei tegen mijn pa, ik wil iets kopen op internet. Ik zei, nee, is te duur, want alles, ik zeg altijd nee tegen die kleinste, want hij is een beetje ondeugend. Maar hij zegt, maar pa, je bent toch goed met de president. Laat hij de koers zakken en dan koop je weer iets en dan laat hij er omhoog. Dus als mijn eigen kind denkt, die over 4 jaar mag stemmen, dat de koers door ons schuld zo hoog is, dan heb ik werk aan de winkel. Dan heb je feit blijven, we zijn hier in het huis van het parlement. We zijn hier om antwoord te geven van zowel de opposities als coalitie. Maar we zijn er ook voor het volk om te horen wat wij vinden van bepaalde zaken. Oké, concreet minister. Zijn er mensen broodeloos gemaakt vanaf uw aantreden? Nee. Er zijn geen mensen broodeloos gemaakt. Dat is ook niet de bedoeling. Dat mag ook niet van de president. Er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen dat zij een beschikking hebben en die op de rol moeten. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Wij zijn een regering van goed bestuur. Als je niet op de juiste manier bent aangenomen. Als jij claimt je bent al jaren aan het werk. Hoe moet ik dat zien dan? Je bent al jaren aan het werk en nu kom je... We hebben het moeilijk, deze regering heeft het moeilijk, gaat een moeilijke periode tegemoet, maar ik geloof dat met de ondersteuning van het volk we goed aankomen. Je weet wat ze zeggen, de almacht heeft ons geen rustige vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst.
Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid heeft de samenleving opgeroepen zich te laten vaccineren. In landen waar er volop is gevaccineerd, is de overheid ertoe overgegaan om de maatregelen te versoepelen. De bewindsman benadrukt het belang van het vaccineren als inzet om terug te gaan naar het leven van alle dag. Ja, lugu, kontak is zo. Atori na COVID abang macht in akunder op dit moment. COVID het tek a heer gezondheidszorg abit onder controle. Alas masabwas masa ap COVID nu nu. We tak abra 300-350 besmetting in one day. Ino kata imi tak ino sabwa masa na ap COVID. Nog tida ja tapapalumen ube apus masa ap COVID. Dus, fayam mo ko ito atori dis. Ina ka fasi na iwera mo kap, ya, prima, tuku jam iwera mo kap. Iwara astan, plus iwasi anu update. Ma olang nga yung dudis. Olang nga. Tapos walang ko sa EPSA yung nagurunta po. Walang ko sa EPSA yung nagurunta po yung WSI. Na, yeah, witas ka pa de bisa, leri mga de bisa kasi kung aplosin. Kaya ba ito sa tag-dressy no de, tag-efikisa siki, ikan din yung one dressy, one tablet of one cure, kung may kasangwe, in luku fu ferme a infeksi. Tapos ito ang inong kisen. And kung nung kisen, one tra aplosin din. Tapos na-faxen. Kung kung kare, ik vind dat die baby goes poity, dat 10 geboren, 2 maanden, 4 maanden, 6 maanden, een jaar, 2 jaar, 4 jaar, je gaat dat 10 go vaccineren. Omdat, je noemt me kan 10 fikies mazelen, rode hond, of noem het maar op, kenkoes, tetanus. En hetzelfde principe, ik zei na COVID nu noemde, hoe heb je vaccineer, je heb je tekwaan spoity, en ook wang, toes poity, tussen 12 weken, je denkt wel, was poëtie nu, bakka 12, 10 tot 12 weken, je denkt wel, was poëtie. Dan, je hebt een kans, je reduceert een kans, je vermindert een kans, voor raken besmet. Eén, als je kies een ziekte toch, want ik ga kies een ziekte, anders ik kies een poëtie, ik ga kies een ziekte. Dan, een kans dat je kon vallen, ziekte, dat je abil ga, dat je of je door een intensief keer, een kans dat je ging, plus, een kans dat je kon dit. Akans na stress is saka gue tapa moral lagi ni food. Dus, meka alasma, efi apfrah gue na e heus arts. Ano mi o tegi? Inaf ko na mi, mi mi na minister me gia advis. Ma, me sorry tika gue, efi apfrah, me gue na e heus arts. Gue na wang verpliko na ko. Ma ikaw, waka ko na de vaccinasi plek tu. Drape des mas de so sa e informeer sa e sani. Ma iluku, luku CDS tu, luku ala de video uversal, gue na YouTube, toets en COVID-19 vaccin, go naar Facebook, luku, maar luku boom, sot bron, je luku. Ino luku, alasang, ano alasang, de truto. Dus nogmaals, meka alasma, roep iedereen op, go vaccineer, ano wang plicht, maar if you want muka uit aan lockdown, brada, if you want, if you want weer aan moedkap, moedal luku groot tapu, Amerika de mai kur moedkap, no, Holland de mai kur moedkap, Israel is COVID-vrij verklaar, China sre pasang begin, agwek ba, dus, overigens, colocatorie bonfasi, kodo best, hoe sneller we vaccineren, hoe meer snel landi, mi, na president, na regering, hoe kan besluit dat, hey brada, je vaccineert, 70% vaccineert, COVID zakka goe tapa laatste niveau, we opo de san baka. Je kan go baka na wan restaurant, wan café, go drie wan san, je kan go baka na wan club. Maar, ano nu, hoe de pasta 5% van bevolking sa vaccineer compleet, hoe doro 30% ba, 28-30% sa kismuas po iti, manasoso 5.3% vaccineer complete. Ano ito ba yung nakita brada? Nog 15 mal, dit, ang buwan nudag, fudoro. Ma at tempo e kong, Holland ye puno, China ye puno, Amerika ye puno, at tempo o opo, kung vaccineer, e nakasang sa may aksyono, inabdo next, go vaccineer. If it's siki, inong go. If it's siki, go swap. Ma if it's siki, ideredig ba? Tek mo to mami, ko vaccineer. Dat na mi mousap. Duidelijk, minister. Tot besluit van dit vraaggesprek, minister. Wij weten dat gezondheidszorg prioriteit is van regering Santokki Brunswijk. Maar hoe sabi ook dat u in een diepe crisis aan Monino de. Wat is uw grootste wens, of wat zijn de wens, op welke gebieden gaat u echt, gaat u categoriseren als prioriteit om toch met die nihile en krappe begroting te werken? Kijk, het belangrijkste op dit moment eerlijk is, we moeten komen uit de crisis. En we hebben heel veel geld uitgegeven als het gaat om crisisbeheersing voor COVID-19.
Maar mag ik u eerlijk zeggen, mijn prioriteit ligt bij de versterking van de ziekenhuizen. De ziekenhuizen hebben enorme schulden en ik ben bang dat als we niet genoeg naar de ziekenhuizen de ondersteuning bieden, dat we op een gegeven moment met grotere problemen zullen zitten. En dat we de reguliere zaken, zoals een eenvoudige operatie bijvoorbeeld van een blinde darm of een liesbreuk, straks niet meer gaan kunnen doen. Dus daarom zal mijn prioriteit voornamelijk liggen op het schuldenvraagstuk binnen de ziekenhuizen. En daar gaan we moeten focussen. Dus het geld zal voornamelijk daar gaan. En gelukkig heeft de minister van Financiën begrepen, want we hebben 200 miljoen SRD op de begroting voor het stukje institutionele versterking van ziekenhuizen. Dus we gaan met een gedegen plan de lopende zaken die er zijn, die afgelost moeten worden, die betaald moeten worden. Innovatieve investeringen. Je hoort over een CT-scanapparaat die de overheid net heeft gekocht voor het ACT. Een CT-scanapparaat waar we binnen 5 seconden kunnen vaststellen als je een hartinfarct hebt. Ik heb beelden gezien van een CT-scanapparaat waar een hersenbloedvatverwijding de patiënt daarvoor naar Colombia zou moeten gaan. Dat zou $80.000 kosten. Nu kost de scan, inclusief operatie, nog niet eens 30.000 SRD. Dus je ziet wat die besparingen zijn. Maar dat is een beetje innovatief beleid. Dus we gaan die oplossing proberen te brengen. Veel mensen zien me waarschijnlijk niet pas echt praten over de reguliere zorg. We hebben het vaak over COVID. Maar we hebben plannen wanneer we gaan alles doen om die reguliere zorg naar de mensen toe te brengen. Het enige wat ik de mensen oproep, neem adviezen mee. Want dat Retak Jaru, leef gezond, leef bewust. Kies voor een healthy lifestyle. Ik weet dat die gyms zijn gesloten, die sportvelden zijn gesloten, want dat met Bari. Je vindt dat ik als poëti, goed ik als poëti liever, want de Alanti op morgen ruimte voor op de Sanja. Dus hoe sneller we gaan sporten, hoe beter het is voor de algemene gezondheid van iedereen. Wij zijn aan het einde gekomen van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.